We zijn er, Kos. Mooi eilandje van Griekenland, vlakbij het Turkse vasteland, bij Bodrum. En ja, ik heb vannacht in een hosteltje geslapen, de eerste nacht. En een beetje lekker wat gegeten, gyros natuurlijk. En tzatziki, heerlijk. En nu lekker fietsje gehuurd en nu zijn we op weg naar Kosstad. Mooi langs het strand fietsen. Heel perfect. Daar zijn we weer, aan de zee. Even een mooie sfeerimpressie. Blauwe zee. Veel rotsen, heel erg heet is het. Ik heb net lekker in de thermebaden gezwommen. Dat is een stukje zee wat op een natuurlijke manier wordt verwarmd. Het ruikt dan ook een beetje naar zwavel. En daar kun je dan gewoon lekker in zitten, in liggen. Nu gaan we weer terug fietsen. Lange tocht weer. Lieve mensen, ik ben naar de top van Kos aan het wandelen. Ja, je gelooft het of niet, maar het is echt zo. En, ik heb eerst naar Zia gefietst. Dat is een mountainbike tochtje ook wel. Hallo. Ik was redelijk heftig. En nu dacht ik, nou ja, doorpakken. En nu loop ik gewoon door naar de top. Hoop ik. We gaan het zien. Ciao. Zo. Daar zijn we. Het hoogste punt op Kos. Het was even wandelen, maar het is wel heel erg gaaf. Kijk dan. Aan elke kant zie je de zee. En daar zie je nog een leuk kerkje. Daar zo. Daar ligt Kos, de Kosstad. En als we dan die kant op gaan, hebben we daar Turkije. Helemaal. Turkije. Daarachter ligt Bodrum, een toeristische plek in Turkije. Dan gaan we even door. Kijk, daar ligt Tigaki. Zeg ik dat goed? Ja, daar ligt Tigaki. Dat is het plekje waar mijn hostel is. Dan gaan we door en door. Kijk eens. Het vliegveld ligt helemaal daarachter. Daar zijn we dan. De hoogste persoon op Kos. Yeah! Woe! Opgelopen van Mastigara. En vanaf hier kun je de geweldige ligging zien van het dorpje. Je ziet erachter, zie je de berg Dikeos.
was ik gisteren op geweest, op de top. En hier kan je een mooie ligging zien, wat bootjes. Heel mooi. En een prachtig strand. Wit strand, palmboompjes. Perfecto. Het hele eiland zit vol met katten. En zelfs hier op de pier van Mastigada ligt een kat te chillen. Ja, ja. Mooi bootje. Of ja, mooi. Mooi is anders. Maar een bootje. En daar hebben we die chaos. De mountain. 800 meter hoog. Iets meer dan 800 meter hoog. En verderop zien we, denk ik, een ander dorpje. Hallo. En via deze pier is Kos verbonden met de andere Griekse eilanden. Dus hier legt één of twee keer per dag legt hier een grote boot aan. Zodat er een beetje gehandeld kan worden. Pokkenend omhoog gelopen, want ik had geen zin om mee te fietsen. Ik kom helemaal daar vandaan, daar beneden. En nu weet ik niet of ik nog verder moet gaan. Maar er komt iemand aan. Even vragen hoe ver het nog is. Hallo. Do I have to walk? You're young. Young, it doesn't matter. Half kilometer. Oké, thank you. Good luck, ciao. Ja, het was echt in de steenkolen Engels, maar nou, dat gaan we maar doen. Fuck it. Ik ben even naar de top geklommen. Dan moet ik hier tussen twee rotsen door. Dat is best wel gevaarlijk. Kijk eens. Hier moet ik langs. Oh, en dan is daar de afgrond. Ze wordt nog wat. Oh, we zijn er. Of iets dergelijks. Kijk, dit is het oude kasteel. Het oude dorp van Pili. Ik weet niet wat hier hangt. Maar dit is een of andere lijpe bel. Kijk. Ik weet niet wat er nu gebeurt. De zee. Eén weg. Een biertje. Een fiets. Oh.
een of andere meloot. Daar komt hij. Oké. Die gaat snel. Zo gaat het hier in Kos. Allemaal van die snelle mensen.